Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag maken we een taart van strijkkralen en iets om hem op te zetten, namelijk een taartplateau. Laten we beginnen met de benodigdheden. We hebben nodig strijkkralen, bakpapier, een ronde strijkplank en een lijmpistool. Dan kunnen we beginnen aan de taart. Het leggen van de kralen ga ik jullie eventjes besparen. Maar ik ga het beeld hier even stilzetten, zodat je het patroon van de taart hebt. Als alle kralen zijn gelegd, kunnen we beginnen met het in elkaar zetten van de taart. De volgorde maakt niet zo heel veel uit, zolang je de gevulde vlakken maar boven en onder op de taart hebt. Dit lijmen we vast en dan ziet het er ongeveer zo uit. Dan missen we alleen de slagroomtoefjes en de aardbei op de taart nog. Deze plak ik ook gewoon vast met lijm. En dan is de chocoladetaart met aardbei en slagroomtoefjes alweer klaar. En kunnen we verder met het taartenplateau. Hier zien we het patroon van het taartenplateau. Ik zal hem eventjes weer stilzetten, zodat jullie hem makkelijk kunnen overnemen. We zien 3 cirkels met dezelfde diameter en 2 gevulde cirkels. Let op! 1 gevulde cirkel is iets kleiner dan de andere gevulde cirkel. Als alle kralen zijn gelegd, kunnen we ook het taartenplateau in elkaar zetten en daarna vastlijmen. De kleine gevulde cirkel komt onderop en de grote gevulde cirkel komt bovenop. En daartussen komen de 6 andere cirkels. En dan was dit de video alweer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren en dan zie ik jullie bij een volgende video.